Hi, ik ben Desiree van Witte Wolf en vandaag wil ik uitleggen hoe het nieuwe jaar gaat zijn, het Chinese nieuwjaar, vanaf 10 februari 2024. Het wordt het jaar van de draak en ik wil dan aan de hand van je eigen sterrenbeeld, hè, dus de haan, de os, de rat, uitleggen hoe en wat je kunt verwachten in het jaar van de draak. Ja, dus een jaarvoorspelling. Als je denkt van oké, ja leuk en ik wil nu meteen naar mijn eigen sterrenbeeld, dan kun je dat doen. Want dat kun je dan daar vinden. Scroll er lekker heen. En dan ja, gaan we nu gewoon beginnen met de draak zelf. Degene die centraal staat. Dus draak. Geboren in 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 of 2012. Dan ben jij dus een draak. En wat maakt jou een draak? Dat is als je erg levendig bent. Als je onweerstaanbaar wordt gevonden. Als je extravert bent, je trots bent en als je je bijzonder voelt. Dit zijn de eigenschappen die bij jou het meest passen. Al lijk je soms een binnenvetter, zit er toch veel uitbundigheid in jou. En dit jaar wordt het jouw jaar. Het houdt in dus dat al jouw eigenschappen vermenigvuldigd worden. Er komt dus niet zoveel rust bij kijken. Verwacht veel weekendjes weg of mensen die last minute toch even met je willen afspreken of opeens aan je deur staan. Er is geen tijd voor eenzaamheid dit jaar. Nou is uitbundigheid wel heel leuk, maar er zijn ook enkele minder leuke kanten waarvoor ik je wil waarschuwen. Zo voorkom je namelijk geldproblemen, dat is dus altijd fijn. Want die liggen sneller op de loer dit jaar. Wees bewust, zeg eens nee. Of zoek goedkopere opties. Denk aan iets samen kopen, zodat je korting krijgt. Of een kortingsbon regelen in plaats van spontaan naar een restaurant. Dan komt het goed. Op romantisch gebied zul je merken dat je mensen aantrekt met sterke meningen. Zelfs als je al in een relatie zit. Deze meningen gaan over jou en hoe ze jou vinden als romantische partner. Die wat complimentjes zijn, zullen nog eens vreemd gaan aanvoelen. Maar ook zal het voelen alsof velen over je grens proberen te gaan. Of zelfs aan je relatie proberen te komen. Wees er alert op en dan komt het goed. Een spaarzaam jaar wordt het waarschijnlijk dus niet echt. Niet zoals afgelopen jaar. Ja. Op gebied van werk kun je zomaar baanverandering meemaken. Vaak je eigen beslissing. Soms iets te impulsief. Echter kan er ook sneller ontslag volgen na aanleiding van alle veranderingen die iedereen meemaakt. Bedrijven krijgen namelijk ook veel te maken met impulsiviteit. Ze willen opeens op de kaart komen of hebben opeens nieuwe plannen. En daar hoort dan de nodige verandering van baan of baaninvulling bij. Dus zo gaat jouw jaar waarschijnlijk zijn. Help dat je er iets mee kan en voorbereid bent. En dan wil ik doorgaan naar het volgende sterrenbeeld, de rat. 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 en 2020. Ben je geboren in een van deze jaren, dan ben je een rat. Wat maakt je nog meer een rat? Als je een charmeur bent, als je analytisch denkt, als je belang hecht aan materie, als je efficiënt bent, als je ondernemend bent en flexibel en soms een klein beetje ijdel. Op zich geen eigenschappen die botsen met de draak, degene die centraal staat dit jaar. Voor jou wordt het dus een jaar dat bij je past. Vooral als je kijkt naar het uitbundige, de wisselende gebeurtenissen en mensen die van de hak op de tak springen. Soms zul je het wel missen dat er niet eerst even goed wordt nagedacht voordat er iets gezegd of gedaan wordt. Aan jou de taak om die ruimte wel in te nemen voor jezelf. Aan de andere kant is uit je hoofd stappen dit jaar ook een prachtige uitdaging. Op financieel gebied zul je uitdaging kennen. Je zult vaak het gevoel hebben dat je wordt meegesleurd in andermans uitgaven. Gelukkig zijn dit geen nieuwe situaties. Ze gebeuren alleen wat meer. Meer dan normaal. Op het gebied van de liefde zul je patronen van veel aantrekken en afstoten kennen dit jaar. Dit kan in je eigen relatie zijn, maar je zult het vooral merken als je single bent en aan het daten bent. Je zult namelijk constant met gedragingen te maken hebben die heel erg lijken op hoe jij bent. En dat is soms natuurlijk confronterend. Of je krijgt mensen die helemaal geen tegenspraak durven te geven. Dat kan natuurlijk mogelijk niet helemaal zijn wat je zoekt in een relatie. Spannend wordt het in ieder geval wel. En dat is in een huidige relatie ook heel leuk. Dus dit was het even voor jouw voorspelling, Rad. Hoop dat je daar wat aan had.
En dan gaan we naar Os. Hi Os, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021. Ben je in een van deze jaren geboren, dan ben je een Os. Wat maakt je nog meer een Os? Last van een temperament, sterk, harde werker, geduldig, eigenzinnig en gemak gaat boven alles. Wat dit jaar centraal gaat staan, komt gelukkig aardig overeen met de draak. Draken zijn ook wel van de uitbundigheid en het gemak. Wel zul je merken dat het jaar van het draak je temperament wat meer zal voeden. Dit leidt dan eerder tot boze buien, vooral naar mensen die of heel stil zijn of juist heel uitbundig zijn. Je zoekt eigenlijk echt een beetje je gelijke dit jaar. En mijn advies is ook fijne hobby's te gaan zoeken, zodat je je energie wel kwijt kan. Je zult je namelijk niet altijd begrepen voelen door anderen dit jaar. En dat komt omdat mensen de energie van de draak niet zo makkelijk kunnen bijhouden en jou dus ook niet. Op carrièregebied heb je op zich niet zoveel te vrezen, maar de combinatie van hard werken en tegelijkertijd de kantjes ervan aflopen kan zorgen voor onduidelijkheid bij je werkgever. Pas eens op, want dit jaar gaan heel veel bedrijven hun banen anders invoelen en zo dus ook hun personeel. Op relatiegebied merk je dat je al snel over je nieuwe partner heen walst, of partner die huidig al is. Je wordt ontzettend gevoed in je extravertheid dit jaar, dat kan mensen doen. Ondersneeuwen. En dat kun je niet met iedereen goed maken met bijvoorbeeld een cadeautje. Pas dus op. En dat was jouw voorspelling. Hoi tijger. 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022. Voor mensen opkomen, doortastend, eerlijk, allergisch voor onrecht. Dapper, korte routes kiezen, ondernemer en wat ijdel. Dit kenmerkt jou. Wat staat jou te wachten in de Chinese horoscoop? Per sterrenbeeld voor in 2024. Dit jaar wordt voor jou ontzettend dubbel. Enerzijds kun jij prima meekomen met de drakenenergie, maar zul je merken dat je omgeving dat een stuk minder kan. Er is weinig stabiliteit. En dan worden er eenmaal harde beslissingen genomen en mensen aan de kant geschoven. Op alle gebieden. Dit jaar zul je lekker veel met je uiterlijk bezig zijn. Op een gegeven moment zul je namelijk merken dat veel anderen hier ook opeens interesse in hebben. Geniet daar maar van. Als je ondernemer bent, en die kans is natuurlijk groot, dan heb je niet zoveel last van die instabiliteit. Deze zal namelijk eerder bij loondiensten opspelen. Eigenlijk wordt het financieel een prima jaar voor jou. Maar wel als je jezelf echt op de kaart durft te zetten. Als je ideeën hebt, schaam je er niet voor. Mensen zoeken unieke ideeën. Op het gebied van de liefde zul je net als vorig jaar veel mensen treffen die bij je passen en dezelfde normen en waarden hebben. Heerlijk. Al zul je soms wel merken dat je arrogante partners aan gaat trekken. Gaan we door naar het konijn. Geboren in 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011. Dit ben jij in een notendop. Sensitief, intuïtief, mooi, voorzichtig en houdt niet van conflict. Vorig jaar stond jij centraal, dat was fijn. Je kon veel leren over jezelf en dat was nodig. Je bent sterker in je schoenen gekomen en dat heb je goed gedaan. Komend jaar wordt dat meteen uitgetest. Dit jaar staat er een energie centraal die tegenovergesteld van jou zal staan. Uitbundigheid, trotsheid en mensen die geen blad voor de mond hebben. Dat gaat centraal staan. Op je werk zul je merken dat er wat sneller over je heen wordt gelopen, helaas. Dat is niet fijn. Maar weet dat mensen dit ook doen dit jaar om je te pushen. Je kunt beter, laat jezelf maar zien. Maar blijf wel trouw aan jezelf. Ruzie maken om niets, daar doe je simpelweg niet aan mee. In de liefde zul je vooral tegenovergestelde partners in karakter dan jezelf ontmoeten. Gelukkig kan dit vaak heel prachtig hand in hand. Dit jaar wordt dus eigenlijk heel positief voor in de liefde, of het nu in je eigen relatie is of een nieuwe. De energie zorgt ook gewoon dat je veel complimentjes zult ontvangen en je je mooi gaat voelen. Dat is altijd leuk. Dat was het voor jouw voorspelling. Gaan we door naar de slang. 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013. Slim, listig, spannend, creatief, sensueel, maar soms onbetrouwbaar. Herken je dit, dan ben je een slang.
Leven als slang in het jaar van de draak heeft wat raakvlakken, maar niet iedereen zal meekomen in je snode plannen. Daar trappen mensen simpelweg minder snel in dit jaar. Het gaat komend jaar namelijk om impulsiviteit en gewoon doen. Heb je dus plannen, ideeën of uitdagingen, wees eerlijk en vol zelfvertrouwen. Op die manier zul je slagen. Op werkgebied zul je merken dat je goed meekomt. Hoewel je soms niet helemaal op één lijn gaat liggen met de rest, zul je over het algemeen niet worden overgeslagen. Wel zul je merken wat je echte gevoelens zijn tegenover werknemer zijn dit jaar. De kans is groot dat je veel zult dromen over voor jezelf beginnen. Op liefdesgebied merk je meer aansluiting dan vorig jaar. Veel meer zelfs. Het komt omdat jij wel bent van het inpakken van de ander. En de ander zal daar dit jaar erg positief op reageren. Dat is leuk. En dit was het voor jouw horoscoop. Dan gaan we door naar paard. 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014. Ben je in deze jaren geboren, ben je waarschijnlijk paard. Trouw, mooi, niet te stoppen. Intuïtie volgen, leergierig, populair, soms een beetje egoïstisch. Dat kenmerkt jou. Voor jou wordt het jaar erg interessant. Tijd voor nieuwe dingen leren gaat er helaas niet zijn echter. Je wordt snel meegetrokken naar nieuwe dingen, maar mensen zullen die vaak niet afmaken en dus jij ook niet. Kortom, je gaat een bewogen jaar tegemoet. Je gaat jezelf en je eigen normen en waarden leren kennen. Dat is altijd leuk. Op het werk zal het ook heel dubbel zijn. Enerzijds weet je hoe je met je intuïtie prima moet manipuleren om erbij te horen. Anderzijds zul je merken dat dat je tegenstaat. Je vraagt je constant af hoe anderen zo roekeloos willen zijn. Normaal ben jij degene die over anderen heen walst en vanzelf wordt geremd. Maar nu blijft dat uit en dat zet je aan het denken. Op het gebied van liefde kun jij dit jaar veel mensen tegenkomen die bij je passen. Let er wel op dat je veel personen tegenkomt die minder korte relaties en vastigheid zoeken dan jij. En dat was het voor jouw voorspelling. Succes dit jaar! Gaan we door naar geit. 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015. Ben je in deze jaren geboren, ben je waarschijnlijk geit. Artistiek. Kalm, passievol, grote verbeeldingskracht, eerlijk en soms een beetje te artistiek. Dat kenmerkt jou als geit. Dit jaar wordt voor jou anders. Het artistieke kun je gelukkig kwijt. Je krijgt er genoeg mensen gek genoeg voor om nieuwe dingen met jou uit te proberen. Denk aan een nieuw restaurant uitproberen of iets spontaans gaan doen, zoals even gaan karten. Je zult merken dat je je eerlijkheid alleen niet altijd terugkrijgt hoe jij het wil van mensen. Mensen vergeten hun afspraken namelijk sneller dit jaar, maar daar zijn ze dan tenminste eerlijk over. Als we het dan over financiën hebben, dan wordt dit jaar een jaar waarin je veel op mag letten. Let op afspraken of die worden nagekomen als je die bespreekt met collega's. Maar denk ook aan bonnen die sneller niet kloppen in winkels of restaurants. Wat wel fijn is, is dat je creativiteit de pan uitreist. Een goed jaar om dus te ondernemen. In de liefde zul je uitdaging genoeg hebben. Het wordt je alleen wel snel te veel. Maar zorg er dan wel voor dat je vermoeidheid er niet voor zorgt dat je een relatie opgeeft. Soms past een tegenpol namelijk perfect bij je. Ook al moet je daar in het begin wel aan wennen en maakt dat je moe. Dat was het voor jou, horoscoop. Gaan we door naar de aap. Geboren in 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016. Wat jou kenmerkt is meelevend zijn, creatief zijn, blij zijn, grappig, maar soms wil je de vrede te lang bewaren. Hoi aap, dit jaar wordt voor jou heel erg interessant. Je zult merken dat je wat minder bij je gevoel kan dit jaar, maar dat is dan ook minder nodig. Mensen praten liever niet over hun emoties door de energie van de draak. Hierdoor ga je veel tijd hebben voor andere dingen, bijvoorbeeld je creatieve en vrolijke plannen. Mensen komen namelijk ook niet meer zo snel naar jou voor hulp dit jaar. Er komt dus een jaartje rust aan. Op werk wordt het elke dag anders. De sfeer is niet te peilen, maar zal ook over het algemeen goed zijn. Wel wijzigen plannen en ideeën om je heen wekelijks. Dus er wordt veel flexibiliteit van je gevraagd. Soms wordt er ook een hard spel gespeeld. Je zult dus nodig zijn om te bemiddelen. Op liefdesvlak merk je wat lastiger aansluiting. Dat komt omdat je zult merken dat na een periode van daten mensen toch niet helemaal bij je passen.
En dat wordt toch dicht bij je intuïtie blijven om de juiste te vinden. De juiste partner. Zit je al in een relatie, dan is het belangrijk goed te blijven communiceren. Dit was het voor jouw voorspelling. Gaan we door naar de haan. 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017. Wat kenmerkt jou? Kleurrijk zijn, geen angst. Opkomen voor anderen. Lekker aards en soms wat bot. Wordt dit jouw jaarhaan? Het is goed dat je geen angst kent, want dat zul je veel nodig hebben. Mensen om je heen zullen erg impulsief zijn en daarmee beland je snel in situaties die misschien niet bij je passen, maar toch wel weer heel leuk zijn. Voor anderen opkomen wordt niet meer door veel andere mensen gedaan, dus je zult nodig zijn. Gelukkig sta je met beide benen op de grond en zul je het jouw jaar maken. Als het namelijk op de ene manier niet lukt, dan wel via de andere weg. Op werk merk je dat je vrolijk door kunt toeven waar je mee bezig was. Je zult een gemakkelijke tijd hebben om lekker los te kunnen laten waar anderen mee bezig zijn. Er zijn voldoende prikkels om je geboeid te houden. Op het gebied van de liefde zul je merken dat je op de een of andere manier de juiste mensen aantrekt. Of geheel automatisch de juiste benaderwijze hanteert. Het gaat je gemakkelijk af met dit onderwerp. Dus dat is fijn. Dit was het voor jouw voorspelling. Gaan we naar de hond. Geboren in 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018. Trouw, openstaan, houdt niet van liegen, oog voor detail en soms wat pessimistisch dit kenmerkt jou. Voor jou gaat dit jaar heel anders zijn dan de vorige. Voor jou komt na de periode van te veel rust een periode van uitbundigheid aan. Leuk hoor. Rust moet je wel zelfbewust inplannen, maar daar gaan anderen niet zwaar aan tillen. Je omgeving zal vooral doen wat ze zelf willen. Dat betekent dat liegen er niet veel bij komt kijken. Dat is fijn, maar soms wel botheid. De manier waarop keuzes worden gemaakt en hoe er zo nu en dan dus niet voor jou wordt gekozen, kan soms zeer doen. Op financieel gebied merk je dat je wederom dicht bij jezelf mag blijven. Je zult merken dat je op een eilandje zit en vanuit die manier werkt en denkt. Ook al doet iedereen om zich heen voor je gevoel, maar wat. Vergeet niet open te staan voor hun ideeën. Ook als ze veel zeggen waar je niets aan hebt, kan het volgende dat ze als feedback geven toch heel kloppend zijn. En je weer tot een fijner mens maken. Pas dus op dat je wel op jezelf blijft reflecteren. Op liefdesgebied zul je helaas ook het eilandjesgevoel hebben. Het is lastig een goede date te scoren. Maar als je eenmaal een date hebt, dan zal het goed verlopen. In relaties kun je soms ook het gevoel van vervreemding ervaren. Gooi dit dus open. Gaan we intussen naar de laatste alweer van deze horoscoop. Varken. 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019. Lief, respectvol, eerlijk, plezier hebben en soms wat goed gelovig. Dit kenmerkt jou. Varken. Voor jou een jaar waarin je liefheid helaas niet altijd meer op prijs gaat worden gesteld. Vergeet daarom ten alle tijde niet om dicht bij jezelf te blijven, want soms word je flink getest. Vergeet niet, er zitten al die mensen in hetzelfde schuitje als jij. Je vriendelijkheid gaat nog steeds beloond worden als je dit geeft aan de mensen die het op dat moment verdienen. Op werkgebied merk je dat je gemakkelijk klussen binnenscoort. Dat is heerlijk. Dat heeft ook te maken met het stukje jezelf zijn. Hoe beter je blijft voelen wat jou blij maakt, hoe gemakkelijker alles je afgaat. Vergeet ook niet snel genoeg beslissingen te maken en soms iets meer te pushen naar je klant, zeg maar. Ze hebben het nodig. Op liefdesgebied merk je een aantal heerlijke, vurige romances die op je wachten. Durf erop uit te gaan en je zult niet teleurgesteld worden. Ja, dit was het voor alle sterrenbeelden die je te maken gaan hebben met het jaar van de draak. Hoop dat je er wat aan had en abonneert natuurlijk. En daarnaast zou ik zeggen, tot de volgende keer.